Oh, ik ben nu aflevering van Tenzijnig. Vandaag gaan we weer naar de Tenzijnig top 10 station. En dan gaan we naar Barney. Pak ik zo eerst lijn 13 naar het Centraal Station. En dan over op de IC Berlijn richting Amersfoort. En dan gaan we sprinten naar Barn. Dus vandaag is Barn aan de beurt. Ik zeg heel veel kijkplezier. I remember the feel of the air touch my skin. Oh, de eerste bus van Sintes of van Keolis is al te laat. Dat is altijd een dingetje hier bij Sintes Wente dat de bussen te laat zijn. Net vertelde dat die bus te laat is, kwam die nog op 1A. Op naar Hengelo. Dat hij overleeft. Zat met twee andere reizigers. Het was niet druk. En dan gaan we met de Deutsche Bahn mee. IC Berlijn. Dus hebben we reis ook weer met de Deutsche Bahn. Plus 5 minuten vertraging. Superlijn niveau plus 10. Tijd om weer een vlog op te nemen. Het kan misschien weer een hele planning weer naar de tering in Tivan, omdat de Superlijn nu plus 20 minuten vertraging heeft. Zal het toch weer niet de Bobbistro weer in de fik staan? Laatste keer doen ik het, dan is het zo'n keer raar met die Sibeleen. Misschien moeten ze een keer tijden dat de nieuwe Talgo van de Deutsche Bahn op die Sibeleen gaat komen. Dat dan in ieder geval de vertraging niet 20 minuten is. Of het is weer zo'n Duitsland dingetje. Echt weer typisch Duits. Nou ja, dus nu komt de eerste blonde sprinter naar Zutphen eraan. Ze kunnen zeker lang wachten als ze weer echt aan de stoptrein zitten. Echt. Traveling zo Deutsche Bahn. Traveling zo de Deutsche Bahn. Zo, zitten we daar. Plus 20 minuten vertraging. Dus als je nog een keer een ritje in een hokjestrein wil maken, zou ik dat nu alvast al een paar keer gaan doen, want het gaat bijna verdwijnen. Er komen die nieuwe DB Talbos komen hier op te rijden. En er zit geen hokjestrein in, dus als je nog wilt genieten, doe het nu nog even. En we rijden nu tussen twee wielen, dus we zijn er bijna in Amersfoort. En in Amersfoort gaan we opstappen richting Baren. Thank you.
nou gaan we deze duffe trein even verlaten. Gaan we Amersfoort omvluggen met deze SLT richting Baren. En verlaten treinenspotterstation Centraal. Mondkapje in af en toe. We zijn aangekomen op het station van Baren. En dit is een van de stations in de tenstendige top 10 stations van Nederland. Weet je waarom? Dan ga ik jullie zo uitleggen. En ik denk als jullie het op Wikipedia opzoeken, dat klassieke stationsgebouw. En daarom staat hij in de top 10. Het is een sprinterstation. Maar je zou hier ook wel intercities op kunnen stoppen. Dat gebeurt wel eens met werkzaamheden. Het is een station met 1, 2, 3, 4 perrons. En ligt in een rustig liggend oord op de traject tussen Amersfoort en Amsterdam Centraal. Nou, dan gaan we eens even de voorzieningen van het station eens even bekijken. Er kan nog een koploppetje aan. Er zit een lift in. Al in elevators. Ivo 0, links, uitgang. Stations onder doorgaan. Ik wil een kelder. En hier komt bij het stationsgebouw uit. En dan gaan we natuurlijk met mijn leuriet met de lift. Een heel goede omgeving van baan ligt op een schaal van 15 minuten lopen. Hm.
Komt er nog een trein aan. Ik denk dat het die goederentrein is. Ja, dat was de sprinter richting Utrecht. We gaan verder met de stationsvoorzieningen van dit station. Ze hebben een stationshuiskamer en is geopend in 1874 van de Bar naar Amsterdam met de blokkendozen. Dus dit station kun je naar binnen heen lopen. En wat is dit? Dit is de koninklijke wachtruimte. Dat is alleen hier te vinden in Barra. Dat is wel leuk iets. En dan kun je hier een huiskamer enzovoort. Verder niet. En aanbod aan terreinen is hier ook niet denderen. De sprinten naar Amersfoort en sprint Utrecht en Amsterdam Centraal. En verder vind ik dit wel een heel mooi station. En is het busstation van Baren niet denderend. En de busaansluiting wordt hier gereden met Sintus Utrecht. Dus de vorm van Keolis. Ik ga deze video hier afsluiten. Ik ga hier straks naar nog een station heen, die zie je niet ver vandaan. En dan ga ik een aparte video over maken, dat is Den Dolder. Zo zie je in de volgende video. Dus ik zeg tot de volgende keer en probeer op mijn kanaal zijn belletje aan voor meer video's. En dan komen er misschien meer top 10 stations. Zeg, tjus, doet er niks normaal. Auf Wiedersehen.